Bij de Toornse Molen in Persingen is sinds vorige week Vluchten toen en nu te zien. Dit is een expositie om stil te staan bij de 80-jarige vrijheid van ons land en de vluchtelingen van nu. De zussen Vierboom nodigen iedereen uit om te komen kijken en vertelden ons hier vandaag meer over. De zussen Vierboom vinden het belangrijk dat er wordt stilgestaan bij wat er 80 jaar geleden plaatsvond op deze plek. Bij deze molen vonden destijds namelijk gevechten en bombardementen plaats. Wat zie je hier achter jou? Daar zie je de expositie van de Toornse Molen, want daar zijn we nu. Hè? De expositie Vluchten toen en nu. En waarom hebben jullie dit georganiseerd? Omdat er 80 jaar vrijheid gevierd werd, afgelopen, of nu eigenlijk nog steeds, afgelopen periode. En hier, deze plek is een beetje een historische plek, omdat hier ook gebombardeerd is. De molen die hier nu mooi staat, die is in 1944 gebombardeerd. En toen moesten mensen vluchten hier, die moesten evacueren. Dus wij wilden daar ook aandacht aan besteden. Bij deze expositie kan je je verdiepen in de geschiedenis door middel van een fotomuur. Ook zijn er stellages met creatieve bijdragen van schoolkinderen uit de omgeving. Er is een fotowand gemaakt en die heeft als basis gehad eigenlijk de geschiedenis van de vier families die hier in 1944 woonden. Er waren vier verschillende families, waaronder de familie van onze vader en in de andere twee vitrines. We hebben schoolkinderen betrokken bij dit project, omdat we dachten het is ook belangrijk om aandacht te besteden aan de jeugd en in combinatie met het thema vluchten. En ook omdat er gevluchte kinderen op de school, basisschool zit hier in het dorp en aan de overkant van de grens in Kranenburg. En de schoolkinderen die hebben meegewerkt aan dit project, die hebben bijvoorbeeld de vraag gekregen van wat zou je meenemen als je zou moeten vluchten. De zussen nodigen iedereen uit om te komen kijken. Dit kan onder het genot van een kopje koffie uit het restaurant. Nou, voor alle bezoekers van de Toornse Molen, dus mensen die hier langskomen en die hier op bezoek komen, die kunnen even doorlopen, het restaurant doorlopen en kijken wat er hier te zien is. Iedereen is welkom.